De week erop is de Boekenweek en voormalig dichter des Vaderlands, Bruinja, schreef dit jaar het gedicht dat erbij hoort. Het gedicht heet Anders ben ik met jou. En het uh, thema van de Boekenweek is uh, Ik Ben Alles. En voor het eerst in de rijke geschiedenis van de Boekenweek verschijnt dat gedicht zowel in het Nederlands als in het Fries. Tseet Bruinja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wil je het meteen voordragen? Dat? Ja, dat is goed. Ik lees het eerst het Nederlands en dan het Fries. Ja, ja, dat is goed. Anders ben ik met jou. Eigen ben ik jou niet langer vreemd. Omgeven, ontgeven, opgegeven door jou, met wie het dik aan is. Met wie ik door het leven ga. Met wie ik door het leven moet, ben ik anders, anders, ben ik met jou anders en naakt. Eigen ben ik jou, ontcijferd, becijferd, opgenomen, gedeeld eigen. Niet langer vreemd. Boom, vijgen, blad zijn wij, bloot in onze genadige huiden van licht, gestroopt door hoe jij mij, ik jou bezie. Op een zwart bed lijk ik wit, in een zwart hok kom ik los, blijf ik niet langer schriel en klein. Naakt ben ik, met jou is ik een ander die ik kan bezien. En in het frisk, je dat zo. oos ben ik mij die. Eigen ben ik die net langer vreemd, omjoen. Ont opjoen op en die mijn water dik oon is, mijn waart ik ter het libben, geen, mijn waart ik terug het libben, mat ben ik oors. Oors ben ik, maar die oors en neken. Eigen ben ik die, ontzifferen, besieffere opnaam die het eigen net langer fremd. en vier en bleert binnen wie. Bleert in de dus genedige veldjes van lucht. Stroep te hoestomie en ik die besje. Op een zwart bed lik ik wit, in een zwart hok kom ik los bloot net langer kraal en iets naken ben ik Maar die is ik een oor naar waar ik schenk in naken is naakt hè ja, ja. welke schreef je het eerst was was het eerste Nederlands of met ja. meteen het in het Fries dat Fries, is, ja. de is de vraag was om het het Fries, het Fries gedicht het ja de, om, nee dat, het was omdat de vraag was wil je een gedicht maken in het Fries maar, dus dan schrijf ik het in het oh, Fries. Ja, ja. ja, maar, maar, maar ook meteen met het idee om er een Nederlandse vertaling van te maken. Ja, omdat het natuurlijk voor de Boekenweek is. En eigenlijk alle gedichten die ik in het Fries schrijf... vertaal ik altijd naar het Nederlands. Om, zodat ik ze ook overal kan voorlezen. Oké, okay. Dit gedicht gaat over dat je pas bestaat in het, ah, het zicht van een ander. Ja. Zoiets. Ja. Wie ben je in de ogen van een ander? Ja, dat je dan pas bestaat. Ja, bijvoorbeeld door een, een nieuwe geliefde. Ja. Die je keihard confronteert op positieve manier en op negatieve manier, misschien met je eigen uh, pluspunten en tekortkomingen. Maar ook, ook door een, een boek te lezen. Ja. Dat is ook een confrontatie met die andere wereld. En daardoor word je jezelf door de confrontatie met de ander in de ogen ja, van de in ander. In ieder geval wat je denkt dat je zelf bent. Ja. Ja. Was, was dat thema meteen een thema waardoor de inspiratie rijkelijk begon te stromen? Ik ben alles? Uh, het duurde even. En ik ging vooral aan op, op, de, op het individu en de ander. Dus dat duurde even. Toen zat ik s'avonds wat te denken en te lezen. En toen had ik een regel. En ik denk dat dat was... Oors ben ik maar die oors en nerken. En toen ben ik gaan slapen. En de volgende ochtend ben ik gaan zwemmen. En tijdens het baantjes trekken, dus zo... Kwam het hele gedicht. Er dus... zit ook al ritme in in dat zwemmen. Ja, als je als Ik je heb het goed één doet. keer eerder gedaan Ja, dus want uh, Oors ben ik met Dijnen. Dat, dat betekent anders ben ik met jou. Anders ja. en naakt. Ja. ja ik dacht, ze zal het even vertalen. Ja, heel goed. Over het over. Het is natuurlijk voor jou als, als Fries le, fijner in het Fries. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat er dan woorden zijn dat je denkt, ja. Uh, die kan ik eigenlijk niet helemaal goed vertalen. Ja, ja dat is één woord. Vooral, en dat is een, een verklein woord. Want ik zeg, bleert in dus genedige veldjes van lucht. Wacht even. Ja. Bloot in onze genadige huiden van licht. Ja, huiden en, van licht. Ja. En een veldje. Ja, veldjes. Een velletje. Is toch, je... Ja, een velletje. Ja. Maar een velletje van. In het Nederlands wordt het dan een beetje. Iets, voor mijn gevoel, iets kinderlijker. Een velletje dan ik, van licht. Ja. ja. Terwijl een veldje is in het Fries kan het dan heel. Wat intiemer zijn, toch meer tussen twee geliefden. Eigenlijk. Mm. Ja. En dan maak je er huiden van. Ja. Denk je, dat moet dan maar. Ja, oh, ik vind het ook leuk. Dat is ook. Ik schrijf eigenlijk ook via het vertalen van mijn eigen gedichten. Schrijf ik ook aan het gedicht eigenlijk. Ja. Ja, je had je ook laten inspireren door Leonard Cohen. Voor, ja, voor ja, gedicht. die heeft zo'n heel mooi nummer. En dat nummer dat heet uh, If It Be Your Will. En dat moest ik zingen voor, of mocht ik zingen voor zangles. En dan zingt hij uh, uh, And draw us near and bind us tight. All your children here in the rags of light. En het, gaat, het lied gaat over: um, mag ik eigenlijk zingen? Hij, dus hij, hij, is, hij is vaak een soort spiritueel, religieus. Hij spreekt een soort God aan en dan vraagt hij: Als het uw wil is, mag ik dan zingen? Dan, of dan zal ik zingen. Ja. Maar dan met rags of light, met vodden van licht. Het is altijd veel bloed. Het hebben heel licht, hè? Ja. Huiden van licht, vol ja. van licht. Het, gedicht, uh, dat ik, het andere gedicht dat ik in het zwembad schreef, heet ook Licht. Dus het is toevallig dan. Maar, ja. Ja, je hebt als dichter des Vaderlands uh, een, een vorm genomen. waarbij je heel veel mensen bent gaan spreken. hun stem ja. als het ware geïnternaliseerd hebt. Je, je bent een soort rood dichter geworden ja. op reis. En je, en je sprak met mensen echt in alle spelonken en hoeken van het land. TBS-patiënten, uh, ja. uh, uh, veroordeelden, hoe je het noemt. Um, en dat maak je je eigen. Maar zitten al die stemmen nu nog in jou? Heeft dat jouw eigen stem veranderd? Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Maar ze, maar ze zitten wel in mij. Ik, bedoel, ik neem die mensen. Ik heb een project gedaan met ouderen. Dus gingen we naar de, uh, zorginstellingen. Naar, naar bejaardenhuizen, zoals we ze vroeger noemden. En hebben naar die verhalen geluisterd. Dus ik vond dit verhaal over die revolutie ook heel mooi. want Ik heb ook heel veel mensen gesproken. Dus boeren, arbeiders. Die je nu eigenlijk niet meer hebt. Uh, dus die verhalen. Uh, die geschiedenis en ook van de TBS's hebben mijn leven wel verrijkt. Hebben mij veel meer, uh, veel breder perspectief gegeven eigenlijk op wat Nederland is, op wie Nederlanders zijn. Maar ook op de taal, want, want jij ja. probeerde zo dicht mogelijk bij hun woordkeus ja. te blijven in die gedichten. Ja, ik ging echt als een soort, soort ready made als een soort journalist, ging ik daar naartoe. Ja. Omdat je het anders kunt ook heel mooi gaan maken. En een beetje romantiseren ofzo. En ik, en ik ben altijd heel geïnteresseerd in hoe mensen iets zeggen. Ja. Uh, ja. Dus je gebruikt bijvoorbeeld bepaalde uitdrukkingen die zij gebruikten, ja. gebruikt u dan kant-en-klaar in je gedichten. Ja. ja, echt. Dus bij die uh, TBS-kliniek. Je, weet je nog een voorbeeld? Of, of, of is dat te lang geleden? Nee, dat is te lang geleden. Ah, okay. Nee, dat heb ik niet zo op paraat. Nee. Maar, nee. Ja, dus er, was een, er werd wel één TBS'en die was, uh, sommige van die TBS'ers waren ook wat uh, psychotisch. Dus die begonnen in een één keer over kanaripietje uh, Ja, met een muis en een muisje en een computer. En dat ging helemaal. Hij begon te ratelen. Maar dat was een hele mooie ratel. Die heb ik echt helemaal <laughs> opgeschreven. Ik, ik hoorde dat je, daar, dat je daar geen bandrecorder mee naar binnen mocht nemen. Nee. Dat je ook niet uh, een notitieblok mee mocht. Dat mocht wel. Oh, ik mocht, mocht wel. pen en papier meenemen. Ze hadden natuurlijk me met die pen iets kunnen aandoen... maar ik voelde me heel veilig daar. Dus ik heb, uh, ik heb gewoon alles opgeschreven wat ze zeiden. Dus dan heel snel schrijven als iemand in ja. een psychotische... Ja, ja. en ik ben links en ik schrijf heel slordig. Ik kreeg vroeger altijd een beetje een boze juf... Had ik dan die dan commentaar gaf op mijn linkerpoot. Nou, ze moesten eens dus weten. Je, je nou, bent met het schrijven ver gekomen. Ja, <laughs> dat, dat weet natuurlijk. ze vast wel. Ik denk het wel, ja. Juf Zwart. Ja. De, de, de feit dat je nu dit boekenweekgedicht hebt geschreven... Uh, uh, moet je nog opdraven uh, uh, na, naast de schrijvers van het uh, essay uh, ja. en het uh, boek? Geschenk? Ja, op het uh, boekenbal mag ik het voorlezen. En die dag daarna, dan hoop ik niet al te zware kater te hebben. Dan heeft de uh, Atheneum boekhandel een uh, evenement op het spaar, volgens mij. Ja, ja en ja, we zullen. Kijk, het moest geheim blijven. Dus ze konden mij dan niet uitnodigen, natuurlijk. Uh, dus wie weet, komt dat nu? Ik ben beschikbaar. Ja. De uitnodigingen zullen wel dra binnenstromen in alle ja. hoeken van het <laughs> land. dank Branja, dankjewel. En het uh, Boekenweekgedicht Anders Ben ik Met Jou wordt uh, ook nog eens uh, verspreid op zo'n 100.000 boemerangkaarten. Zo wow. het. En in linnen tasjes. En in linnen tasjes. Oké. Okay. <laughs> Meer informatie: nporadio 1nl slash nieuwsweekend. Facebook, Twitter. En allemaal met de hashtag nieuwsweekend.